Kunt u mij alstublieft met rust laten? Nee, ik laat u niet met rust. U heeft uw zoon al een keer in de steek gelaten. Nu heeft u met mij te maken. Oh ja? Ja, wat bent u voor vader? Dennis is zijn leven kwijt. Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Meer dan u denkt. Oh ja. Ja. En daar ben ik aan niemand verantwoording over schuldig. En zeker niet zo'n irritant mens als u. Maar wel aan Dennis. Nee, ik ga dit gesprek niet voeren. Oh, wordt het nu te pijnlijk? Wilt u hem soms niet helpen vanwege zijn moeder? Wat heeft ze u gedaan dat u bij hem bent weggegaan? Is ze vreemd gegaan? Wat weet u daar nou van? Ik hield zielsveel van die vrouw. Waarom weigert u dan om haar zoon te helpen? Ik wil een grondige analyse van deze foto. Zoek naar aanwijzingen over de locatie. Hè. Let op stopcontacten, schroeven, misschien een stickertje wat op de muur is blijven plakken. Alles kan een aanwijzing zijn. Ik heb dit vaker bij de hand gehad. Ja, ik ook. De politie heeft het de vorige keer met Nina volkomen verknald, dus ik verwacht van jou beter werk. Een miljoen. Dat is een flink bedrag. Mm-hmm. Genoeg om een nieuw leven mee te beginnen. Denkt u aan iemand? Ik twijfel of deze hele ontvoering wel echt is. Het is me veel te toevallig allemaal. Suzanne is al 2 weken weg. Waarom komt die brief dan nu pas? En waarom komt die bij mij en niet bij Isabella? En verder zijn er maar heel weinig mensen die weten dat Amy mijn dochter is. En een daarvan is Suzanne. Dus ik betaal geen rode cent. Amy is beter af met mij. Ik kan mij hem schelen. Ludo Sanders is de gevaarlijkste man die ik ken. Isabella is totaal ontoerekeningsvatbaar. Ik ben niet van de kinderbescherming. Je hebt weer totaal geen idee waar je mee bezig bent, hè? Oh, nee. Weet je, de pooier spelen lukt je al niet. Laat staan dat je kan opnemen tegen een man als Ludo Sanders. Ludo Sanders is een kleutertje als je hem vergelijkt met... Met wie? Met wie, Martin? Met wie heb jij je nu weer ingelaten? Sanders heeft geld genoeg. Miljoen is voor hem een schijntje. Sanders betaalt niet. Sanders heeft dit eerder meegemaakt. Dan is het totaal uit de hand gelopen. Hoeveel? Laat mij met ze praten. Ik kan proberen om wat meer... Hey, jij denkt dat je ze wel aan kunt? Wie, Martin, wie? Oké. Laat Amy er buiten. Ik ga weer voor je werken. Zeg maar voor welke club. En jij denkt in 1 week tijd 2 ton bij elkaar te kunnen verdienen? Zo populair ben jij niet, hoor. Op maandag dan hebben die Russen mij al met een blok beton aan de enkels ergens op de bodem van de Noordzee gedropt. 2 ton. Sanders moet betalen. Sanders zal. Ik weet niks van zijn leven. Ik heb hem na zijn 10e nooit meer gezien. Hij koestert geen wraakgevoelens ten opzichte van u. Hij kent u niet eens. En als u nu zou zeggen dat u hem de rest van uw leven verder helemaal niet meer wil zien, dan respecteert hij dat. Hij wil alleen wat weten over zichzelf. Hij wil wat feiten, gebeurtenissen. Wie was die juffrouw van de lagere school? Had hij een lievelingsboek of zo? Misschien hadden jullie wel een huisdier. Meneer Tuinman, in een paar uur kunt u hem zijn jeugd teruggeven. Nou, het is allemaal zo lang geleden. Ik kan me dat niet meer goed herinneren. Alles wat u weet is welkom. Oké. Maar niet nu. Nee, het is al laat. En... Morgenochtend? Goed. Dan geef ik u mijn telefoonnummer, mijn adres. En... Mijn excuses dat ik zo tegen u tekeer ging. En mijn excuses dat ik u irritant mens noemde. Het zijn allemaal emoties. Ja. Jazeker. Dit is de krant van gisteren. Waar zijn ze? Hoe kom je hier aan? Het lijkt erop dat ze zijn ontvoerd. Door wie? €1 miljoen? Ik neem het niet serieus. Hoe
Hoezo neem je dit niet serieus? Mijn kind wordt vastgehouden in een van de smerige holen. Jij neemt het niet serieus? Je probeert ons niet wijs te maken. Suzanne. Hoe weet je dat? Nou, er zijn genoeg aanwijzingen om aan te nemen dat Suzanne het zelf is. Genoeg aanwijzingen? Ze worden gegijzeld. Zie je dat niet? Ze willen losgeld. Wij betalen dat geld aan de zieken zo snel mogelijk terug. We betalen helemaal niks. Er wordt niemand gegijzeld. Suzanne probeert alleen maar op een snelle manier rijk te worden. Het kan mij niet schelen wie het geld krijgt. Ik wil mijn kind terug. Ja, het is niet gezegd dat je Amy op die manier terugkrijgt. Als wij niks doen, dan zie ik er misschien nooit levend terug. Janine, is het heel erg? We zitten eventjes in gesprek. Wat is er aan de hand? Ik kan je ons even alleen laten nu. Amy is ontvoerd, kijk maar. Ze is niet ontvoerd. Suzanne heeft het in scène gezet. Ze willen los geld en hij weigert te betalen. Het gaat om ons kind en hij weigert te betalen. Ik doe het zelf wel. Jij weigert te betalen? Hey, waarom stop je er niet mee voor vandaag? Omdat het niet kan, dus het moet af en het festival begint volgende week. Een paar dagen geleden was je ook al met het schema bezig. Het moet allemaal overnieuw, omdat een aantal dingen ineens niet doorgaan. Hé, hey, jij bent ziek. Je hoort in bed. Nee, joh, ben je gek. Ik ben helemaal niet ziek. 39,5, schat. Weet je wat, ik maak dit af. Jij neemt een paracetamol en je gaat lekker naar bed. Nee, dat hoeft niet. Dat kan niet. Wat, vertrouw je me niet? Jawel, maar... Nou dan, niet zeuren. Hup, 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 hup. Naar bed. Oh, wacht even, man. Ligt hier in de kast. Deze? Ik ben het wel, schatje. Je bent echt... echt ziek. Ik begrijp het gewoon niet. Je zou toch denken dat je van de ontvoering van Nina wel iets geleerd hebt. Wat er met Nina is gebeurd, is niet te vergelijken met wat er nu aan de hand nou, is. Nou, ik zie anders wel treffende overeenkomst. In beide gevallen is je dochter ontvoerd en in beide gevallen weiger je te betalen. En met de overhandiging van het losgeld komt Amy helemaal niet vrij. Hoezo niet? Het is ontvoerders toch altijd alleen maar om geld te doen? Suzanne zit hierachter. Ze heeft dat geld alleen maar nodig om een nieuw leven met Amy op te bouwen. En hoe weet je dat zo zeker? Dat zegt mijn intuïtie. Oh, zelfde intuïtie die jou ook vertelde dat Martine achter de ontvoering van Nina zat. Ik doe er alles aan om Amy vrij te krijgen. Heb je de politie al ingeschakeld? Nee. Wat houd je tegen? Je trots, je bedweterigheid, je arrogantie? Je weet toch wat een puin op de politie er destijds met Nina van gemaakt heeft? Ik heb echt het meest krankzinnige déjà vu dat ik ooit gehad heb. Ik bedoel, ik dacht echt dat jij veranderd was. Je doet gewoon precies hetzelfde als... Daar ben je klaar mee. Isabella rekent op je. En ik ook. Je hebt voor één keer in je leven de kans om iets goed te doen. Grijp die kans dan ook, alsjeblieft. Dankjewel voor je advies. Je komt weer vrij. Dat beloof ik je. Waar je ook zit, ik ga je daar weghalen. Met je vader hebben we toch niks. En je weet dat je op mij kan rekenen, toch? Je moet sterk zijn. Jurjela, Isabelle Kortenaar. Excuses voor het feit dat ik je zo laat storen, maar... Ja, ik heb geld nodig. Zo is beter. Hoe laat is het? Heel laat. Ga maar lekker slapen. Heb je dorst? Wil je wat drinken? Kom eens over het. Kom eens. Zo. Genoeg? Lief. Papa, ga maar lekker liggen, ja?
vrouw van Robert Alberts. Wat zei je? Hoe voel je? Ja, beter dan gisteren. Oh ja. Heb jij in de logeerkamer geslapen? Ik heb je helemaal niet in bed horen komen. Ik heb je dekbed terecht getrokken. En ik heb je wat te drinken gegeven. Weet je dat niet meer? Nee. En je zei nog wel dat je me zo lief vond. Ja, ja. In je dromen zeker, hè? Weet je niet meer wat je gezegd hebt? Nou, was het iets heel geks of zo? Mag ik te eilen? Dat je zoveel van me houdt? Nou, dat is toch niet zo gek? Ik hou toch ook van je? Ja, ja, ja. En je weet niet meer dat je dat gezegd hebt? Nee. Ik was hondsberoerd, joh. Maar je zei het toch echt? Ik bedoel, echt. Voor mijn gevoel ben ik meteen in slaap gevallen. En net pas weer wakker geworden. Oké, dan zou ik me wel vergist hebben. Ik moet gaan. Jef zit op me te wachten. Ja. Is het nog gelukt met het schema? Oh, dat herinner je je nog wel. Nou, gelukkig maar. Ja, het schema is af. Wilt u koffie? Graag. Goed, gaat u zitten. Dank u. Suiker en melk? Zwart. Goed. Alsjeblieft, en dan lijkt het mij het beste als ik jullie tweeën nu alleen laat. Nee, blijf er maar bij, want als ik iets vergeet, dan kan je me altijd nog vertellen hoe het zat. Goed, bent u het daarmee eens, meneer Tuinman? Guus, zegt u maar Guus, en jij ook, Dennis. Ik heb wat dingen op een rijtje gezet. Feiten, namen, plaatsen, voor zover ik me dat kan herinneren. Mijn hele kindertijd in 4A4'tjes. Ik had een hondje, Doekie. Was het een leuk hondje? Ja, die heb je samen met Connie uit het asiel gehaald. Connie? Je moeder. Ik noemde haar Connie. Nee, mama. Maar die hond en jij waren onafscheidelijk. Hij sliep zelfs op je kamer. En leven opa en oma Tuinman nog? Nee, die zijn 4 jaar geleden overleden. Kort na elkaar. En Fred, mijn broer, jouw oom dus, die woont nu in Frankrijk. Connie was enig kind en haar ouders waren al overleden voordat jij geboren werd. Het staat helemaal niets over ons. Hoe waren wij als vader en zoon? Nou, gewoon. Als iedere vader en zoon. Deden we dingen samen? Vissen, voetballen? Lees dat nou eerst door. Misschien vind je het wel ergens. Waarom ben jij weggegaan bij mijn moeder? Ja, het ging niet meer. Heeft het iets met mij te maken? Dat jullie gescheiden zijn? Was ik moeilijk, vervelend? Crimineel? Nee. Ik heb de feiten opgeschreven wat ik me herinner. Deden wij geen dingen samen? Was er iets gebeurd? Hield je niet van mij? Waarom niet? Heb ik iets aangedaan? Nou, vertel het me dan. Sorry, ik kan dit niet. Er moet echt iets vreselijks gaan doen. Mag ik een Lungo to go? Lungo to go? Ja. Hij doet gewoon weer
precies hetzelfde als met Nina. Dat is toch niet te geloven? Waarom bel je dan niet Isabel op en kun je samen Ludo op andere gedachten brengen? Ja, dat heb ik geprobeerd. Maar hij heeft dus een theorie in zijn hoofd en daar is niet vanaf te brengen. Dus hij walst gewoon over Isabella heen. En wat ik zeg, dat doet er helemaal niet toe. Ja, dat is toch typisch Ludo? Hij is al zijn geld kwijtgeraakt. Zijn huis, zijn bedrijf, Nina bijna. Denk je dat hij er iets van geleerd heeft, dat hij erdoor veranderd is? Mensen kunnen niet veranderen. Weet je, ik weet dat je dat heel graag wil geloven. En misschien ook als je het graag wil, maar Ludo... Als hij nou maar eens één keertje zou beseffen dat hij zijn hart moet volgen in plaats van... Oh, trap ik er toch elke keer weer in, eigenlijk? We moeten Isabella helpen. Ja, ik had er eerder moeten bellen. Wat bedoel je? Ja, toen ik ontdekte dat Tara haar dochter was... Als ik het toen meteen had verteld, was er nooit wat gebeurd. Ja, maar luister, Suzanne had het er toch gewoon moeten vertellen? Nee, ik had Suzanne meer onder druk moeten zetten. Maar jij kon toch niet voorzien dat dit zou gebeuren? Bovendien, je hebt het toch over gehad om het tegen Isabella te vertellen? Jawel, het... Laat het? Oh, het... Ja. Vorige week. Nou, maar die gordijnen, die heb je toch al even tijd? Ik heb helemaal geen gordijnen, want ik wilde even met je praten. Ach, al de ik ben vergeten dat ik niet meer zomaar even bij jou op de koffie kan komen. Hoe je het volhoudt. Je ziet er een beetje moe uit. Ja, Dennis, maar daar wil ik eigenlijk niet over praten. Nou, vertel. Nou, wat vind jij van Robert de laatste weken? Gespannen, net zoals jij nou. Oh. Maar waarom? Nou ja, heeft hij met jou gepraat? Over dit hele gedoe? Nee, nee. Ik zie hem eigenlijk vaker op internet dan op kantoor. Maar hoezo? Wat vind jij ervan als je ons ziet? Ik zie twee mensen die heel erg hun best doen om de buitenwereld te laten geloven dat ze gelukkig getrouwd zijn. Geloof je het? Ik ben natuurlijk bevoordeeld. En ik weet hoe het zit. Ja. Hoewel Dorothea denkt er anders over, weet je dat? Oh. Mm-hmm. Maar waarom vraag je het dan maar? Robert doet, nou ja... Gedraagt hij zich anders? Anders? Vreemd. Vreemd? Ja, ik weet niet hoor. Vanochtend leek hij ineens heel geïrriteerd en toen ging hij weg. En... Maar goed, hij heeft dus niks tegen jou gezegd. Nee. Wat zou hij moeten zeggen? Ik kan hier niks mee. Nee, dat snap ik. Als Robert dat dwars zit, moet je met hem praten. Dat werkt bij hem. Financieel adviseur gevraagd om een miljoen vrij te maken. Isabella, je speelt Suzanne alleen maar in de kaart als je er nu betaalt. Ze zal Amy niet teruggeven. En als Suzanne hier niet achter zit? Wie er ook achter zit, je moet nooit betalen. Dat geld kan me helemaal niks schelen. Ik wil zo snel mogelijk mijn kind terugzien. Ja. Nou goed, ik begrijp hoe je je voelt. Ik heb zelf ooit ook mijn hele vermogen weggegeven om Nina terug te krijgen. Maar als je hier nu op ingaat, zal Amy nooit meer veilig zijn. Oké, het is niet Suzanne. Wie is het dan wel? En wat zal die met Amy doen als je betaald hebt? Betalen is niet de juiste manier. We vinden het terug. Ik loop. Hallo, Isabella. Ik wil Ludo Sanders spreken. Wie is dit? Ik weet dat hij daar is. Sanders, nu. Wat, Sanders? Luister goed, ik geef deze instructie maar één keer. Hoe weet u dat ik hier ben? Op vrijdagmiddag, om 3:30, hangt u het losgeld in een bruine plastic tas aan de haak. Midden in sluisdok 3, in de haven. Zodra u weer buiten bent, wordt u gebeld over de plek waar Amy is. Hallo? Hallo, ik wil mijn kind terugzien. En als ik haar niet zie, krijgt ze het geld niet. Dan ziet u haar nooit weer. Huh? Waar is die man? Het is Suzanne niet. Het is een handlanger. Suzanne wil dat je dat gelooft. Oké, ik heb je hulp niet meer nodig. Ik ga mijn kind zelf halen en ik breng het geld er zelf naartoe, oké? Misschien heb je wel gelijk in wat je net zei. Dat mensen niet echt kunnen veranderen. Ik bedoel, één zoen, één momentje van menselijkheid en ik lig meteen weer aan zijn voeten. Is toch belachelijk? Jij zegt het. Ik
Ja, ik zou me ook op de vlakte houden als ik jou was, voor je het weet. Is de Ludo-betoging weer terug en dan heb ik het weer gedaan? Nee. Nee, echt niet. Nee. Deze keer niet. Nee, ik sta mezelf gewoon niet toe om ooit nog iets voor die man te voelen. Echt niet. Het is voorbij, ik doe het niet meer. Geloof je me niet? Ik geloof je wel. Ik ben alleen benieuwd hoe lang je het volhoudt. Nou, dat is fijn, zeg. Ik zeg je dat ik een fase in mijn leven afsluit. Nee, jij moet het nog maar zien. Als het echt is, dan ben ik blij dat je zo denkt. Dan ben ik blij voor jou. En voor jezelf? Weet je zeker dat het een rat is? Kan het geen muis geweest zijn? Hou maar op met zoeken. Nee. Er is geen muis. Geen muis? Nee. Geen muis. Ik wilde even met je praten. Wat was er nou vanochtend? Het lag aan mij, hè? Ik deed iets verkeerd. Maar... Of was het over vannacht? Want ik weet echt niet meer wat ik gezegd heb. Ik weet het niet meer. Wat zei ik dan precies? Je zei, ik hou van je, Robert Albert. En ik dacht, misschien meent ze het. En dan... En dan? Dan zou ik dat heel fijn vinden. Want ik hou ook van jou. Zo, de straat. Wat betekent dat? Wat denk je? Hoe lang al? Geen idee. Weken, maanden, een dag of zo. Jij? Nee, ik ook zoiets. Waarom heb je niks gezegd? Ga jij nou maar gewoon. Het is niet erg. Oké. Goed. Dag, lieverd. Mannen,